Ze stonden jarenlang in een voortuin in de Rotterdamse Beverwaard. Twee etalagepoppen, elk jaar opnieuw netjes aangekleed door Ben en Monique. En ze waren gek op die poppen, tot ineens de poppen weg waren gestolen. We hadden er aandacht voor bij RTV Rijnmond en er kwam een reactie vanuit een atelier in Rotterdam in de Keilerwerf. Daar werd gezegd door een hartstikke aardige mevrouw, weet je wat, ik heb er nog twee staan, die mogen ze hebben. Dit zijn ze, Henk en Harry, uit de Keilerwerf dus. We gaan ze meenemen naar de Rotterdamse Beverwaard voor een nieuw plekje. Dag Monique, kijk eens wat ik heb. Weer een mannetje, oh god, ja. Nou, hey, is die welkom? Ja hoor. Die staat er nog een keer met zijn armen recht vooruit. Ja. Kunnen die naar beneden, de armen? Twee stoere knapen, Gerard Joling en Gordon. Echt een nieuw hoofdstuk, hè? Ook voor de straat. Ja. Veranderen, ja. Dit is... Ja, dat moet even andersom, hè? Ja. En ik weet zeker, tot we er gelijk weer een heleboel reacties op krijgen. Als ze dus weer staan. Alleen ik zet ze nou vast met een kettingje aan de gevel en niet met aan de regenpijp. Maar de straat zal blij zijn, hè? En u ook. Ja. Ik wens jullie heel veel geluk samen. Ja. Oké, dankjewel. Ja.